Nou, ik zou je zo mee op date nemen. Take 600. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Occasional Outfit. In deze serie gaan Isabel en ik elke week op zoek naar 3 outfits voor een speciale gelegenheid. Vandaag gaan we het hebben over de outfits voor een speciale date. Tip 1. Vraag aan je date wat je gaat doen, want je wilt niet op hele hoge hakken een boswandeling gaan maken. En daarnaast is het vooral gewoon heel erg belangrijk om je constant comfortabel te voelen. Je date gaat echt niet van je verwachten dat je in een bodycon weer met zulke palen ergens naartoe gaat. Dus doe het vooral lekker niet. Trek aan wat je normaal gesproken ook aan zou doen, waar jij je fijn in voelt, want dan straal je alleen maar meer zelfzekerheid uit. Dus, wat gaan we aan? We gaan een leuk t-shirt dragen met een simpele jeans en gewoon Dr. Martens eronder voor als je een boswandeling gaat maken bijvoorbeeld. Kijk! Tada! Ik vind het top. Dit is wat ik normaal gesproken ook altijd draag. Precies. Ik zou hier wel gaan daten. Ja, oké. Oké, doei! Doei. Nou, dan ben ik weer. Nou, ik zou je zo mee op date nemen. Thanks. En ik maak het af met dit tasje. Ja, want top. Die is gewoon sowieso handig om mee te nemen als je date gaat. En als je dan toch inderdaad die boswandeling gaat doen met je date, staat het ook even lekker af met een muts. Of een jassie. Leuk. Ik denk dat er genoeg tips waren dat voor de eerste ook. Look. Ja. Volgens mij gaan we door naar nummer 2. Ik heb gekozen voor deze chille trui die je kan combineren met een glittertasje. En een leuke broek om het toch nog net even iets spannender te maken. Je doet hierbij sneakers. Oh ja, I like this. Als je hieronder nog misschien een korte crop top aandoet, kan je deze trui ook nog aantrekken als je ergens naar een restaurant gaat waar het lekker warm is. Doei, ik ga het aandoen. Nou, top. Dit is een lekkere nonchalante date outfit. Ja, vind ik ook. Ja, ja. Zeker als je bij de tweede date bent, mag je wel een beetje wat aan verbeelding overlaten. Wat zou hieronder zitten? Niemand die het weet, behalve je date na de date. Of je trekt dit aan. Als je iets meer bent van een vrouwelijke variant van een date outfit, dan vind ik dit ook echt superleuk. Volgens mij gaan we door naar de derde date. Ja. En daar hebben we voor een t-shirt en een zwarte jeans. Die je kan combineren met een leuke blokhak eronder. Om toch nog even een keer die hak aan te doen tijdens een date. Ja, ik denk dat je met dit soort outfits voor dates het vooral gewoon lekker af kan stylen. Je hoeft niet met enorme palen te gaan lopen, maar met een paar leuke sieraden. Of inderdaad van die sokkenhakken als deze maak je toch vrouwelijk, terwijl je nog wel gewoon lekker jezelf blijft. Precies. Ik ga hem aantrekken, doei! Hey, their look. Yes. Dit is ook weer iets waarvan ik denk, ja, dit is wat je bent of wie ik ben. En als iemand dat niet leuk vindt, dan thank you. Next. Dit waren onze tips voor date outfits. Hopelijk heb je er wat inspiratie uit kunnen halen. Laat vooral even weten in de comments down below wat jij het liefst draagt naar je date. En durf je nu eindelijk op date? Ja, durf het. Ga de wereld in. Als je wilt weten waar alle kleding van is, kijk dan even in de beschrijving. Want daar staan alle winkels in. En de volgende keer zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En nieuwe looks voor een nieuwe gelegenheid. Yes. Doei! Doei. Een sweater. Ik heb gekozen voor een leuke trui. Ja, nu moest jij lachen. Ik heb gekozen voor... Yes. Ik dacht wat Tess lachend wegliep. Je gaat een... Oh my god. Een leuke sweater die je kan Voor deze chille sweater met een... Ik heb gekozen voor een... Ja, flikker op. Okidoo, derde look. Sorry, dat is heel vreemd. Portemonnee van Tess. Jolalala. Ready. Hoi, ben ik weer. Een mutsie hebt. Take 600. Ja, 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 precies. Ja, 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 ja. Oké, ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, dat is te lang. Ja, oké, ja. Ja. Ja.